beleefde zijn grootste successen midden jaren 70 op de baan. In 1974 en 75 werd hij wereldkampioen achtervolging. Ook werd hij op dat onderdeel 6 keer kampioen van Nederland. Ook op de weg was Schuiten actief. In 1974 tekende hij een contract bij de rallyformatie van Peter Post. Hoewel hij 2 keer de Tour de France reed en 4 keer de Ronde van Italië, bleven zijn successen op de weg beperkt. Vaak kreeg Schuiten het verwijt de mentale hardheid te missen. Zijn grootste teleurstelling beleefde Schuiten in 1975. Hij deed dat jaar in Mexico 3 pogingen het werelduurrecord van Eddy Merckx te verbreken. Alle pogingen mislukten. Het kwam hem op harde kritiek van Peter Post te staan. Schuiten kocht zijn contract bij Rally af en reed vervolgens nog 7 jaar in dienst van Franse, Italiaanse en Spaanse ploegen. Op zijn 31ste stopte hij. Midden jaren 80 keerde Schuiten kort terug in het wielrennen, als ploegleider van PDM. Daarna verhuisde hij naar Portugal, waar hij een restaurant begon. Roy Schuiten werd 55 jaar. Nou, teleurstellend optreden van...